bandenspanningscontrolesysteem is constant actief en waarschuwt wanneer de bandenspanning plotseling zakt of te laag is. Wanneer er een plotselinge afname van bandenspanning wordt gedetecteerd in één of meerdere banden, verschijnt het volgende waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel. U moet dan de bandenspanning in alle vier de banden controleren en aanpassen. Let op, dit moet alleen worden gedaan wanneer de banden koud zijn. Bekijk indien nodig de referentiespanningen op de stijl van het bestuurdersportuur. Als de band of banden weer op spanning zijn, gaat het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel uit nadat u enkele minuten hebt gereden. U kunt de referentiewaarde van de bandenspanning resetten om deze aan te passen aan specifieke gebruiksomstandigheden. Bijvoorbeeld zonder lading, volledig beladen, op de snelweg of na het verwisselen van een wiel. Denk erom dat u voordat u de waarde reset, eerst de bandenspanning van de vier banden moet meten wanneer deze koud zijn. Druk wanneer u de bandenspanning wilt resetten met ingeschakeld contact meerdere malen achter elkaar op een van deze knoppen om de functie Set instellen te selecteren. Houd vervolgens een van de knoppen gedurende 3 seconden ingedrukt om de resetprocedure te starten. Het waarschuwingslampje Set instellen knippert ongeveer 5 seconden en blijft dan branden, wat aangeeft dat het verzoek om de referentiewaarde voor de bandenspanning te resetten is geregistreerd. De reset wordt uitgevoerd na enkele minuten rijden. Let op, als dit waarschuwingslampje gedurende enkele seconden knippert en dan blijft branden met dit andere waarschuwingslampje, betekent dit dat er een systeemstoring is vastgesteld. Neem contact op met uw Renault-dealer om het probleem op te lossen. Ten slotte is het belangrijk om u te realiseren dat deze functie een rijhulpmiddel is en dus geen reden om minder alert te zijn tijdens het rijden. Controleer regelmatig de bandenspanning voor uw eigen veiligheid.